Vorig jaar is het team 60 geworden. Er zijn 5 basisspelers gestopt. En wij beginnen helemaal op nul. Nou, dat zie je ook. Daarom staan we ook waar we staan. Dus wij moeten op dit moment blij zijn met elk punt wat we halen. PSV stiet zonder puntverlies Boppe aan. En de koprenner had de eerste grote kans al in de eerste minuut. Kim Moermans en dan een kreeze redding van Dorien Seinstra. Maar ook de vensters krijgen kansen. Het schot is van Nathalie van der Heuvel en dit maar krijgt voor ons. Een enorme kans komt er dan voor Jeslin Kuipers. Maar dat wordt verdedigend heel goed opgelost door Pascal Tang. ...0-0 bij het skoft. En bij PSV rennen de frustraties op. Het is Lucie Akkerman die je fieste het inkomt op jeugdinternational Lisanne van der Wal. Een giele print voor Akkermans. En Lisanne van der Wal kan gelukkig verder. Want diezelfde van der Wal krijgt 18 hier. Komt een eigen gevaarlijk mijne voren. Werbal bezit Lisanne. Op Simone Kets. Die brengt die bal in en de aanval lieke te Malisderien. Maar daar is Kets en met een snoeihutschot zet zij de 1-0 op het scorebord. Hekken Sluiter Jereveen pakt brutaal de leading in koprenner PSV. Dat is eigenlijk kerst eigenlijk legaal net leeuwen. Dat is de, dan opeens op vastsprong komst. Ja, dan jammer dat ze uiteindelijk dan al die single krijgt. Een kwartier lang houdt de vastsprong staan. Maar dan komt Myrthe Moraes vrij voor de keeper. En zij maakt de gelijkmaker. In de 94e minuut kan het feest van Jereveen nog groter worden. Het is geen boetenspul voor Simone Kits. Ze gaat alleenig terug op de keeper. En de eerste overwinning lijkt in de knip. Maar Angela Christ redt en dus bloeit het 1-1. Jereveen pakt een zwier bevochten punt tegen koprenner PSV. Ik denk dat Simone Kits die had te veel tijd om na te denken. En dan heb je heel veel opties en dan kies je vaak de verkeerde. Dus die andere was moeilijker, die schoot ze hartstikke goed in. En deze met te veel tijd maakt ze de verkeerde keuze. Maar ik ga er niet over zeuren. We hebben elke wedstrijd gaan we gewoon stappen vooruit. En we worden steeds hechter. We weten gewoon wat de koers kwaliteit erin. En dat ligt nou je gewoon exchange in PSV. En ik denk ik nou nooit dat hun dit hier verwacht. En dat hun eigenlijk hier kwam van we hebben de punten al binnen. Maar zo zit dat natuurlijk net. Wij moeten blij zijn in onze positie. Dat we steeds elke week wat beter worden. En dat we de hele wedstrijd strijd hebben kunnen leveren. Nou ja, dat is een compliment voor mijn team.